Goed, welkom aan boord van Rebellion. Nu gaan we over krap 2 maandjes naar het zuiden varen. Het zuiden van Zuid-Amerika. Hieronder zit Paul. Paul, waar ben je mee bezig? Een afdekplaat gemaakt. Slang opgehangen. Kabels opgehangen. Geïsoleerd. Enzovoort. En hoe lang ben je al bezig? Een jaar van je leven? 3 jaar van mijn leven. Waarom? Omdat ik onhandig ben. Omdat je onhandig bent. En omdat ik een arme sloeber en geen fatsoenlijk gereedschap kan kopen. Mm-hmm. En een veel te kleine rotboot heb. En En is het waard? Weet ik veel. Houd je van de straat? Moet wat? Tja. Oké, dat was het. Goed, Paul. Je zou even tegen de mensen thuis kunnen vertellen waar we zijn. Ja, op zee. Ergens waar in de wereld. Ergens 80 mijl van Argentinië. Die kant op. We zijn weer gedraaid. Oh. Ja, wel. Die kant op. Ja, die kant. Die kant op. Ja, en 40 mijl die kant op. En 450 mijl die kant op, daar is onze ankerplaats. Daar dus? Ja, 450 mijl. Nou, en hoe lang gaat het nog duren, denk je? Met deze snelheid 324 jaar. Gezellig. 53 graden zuid. Welkom in de Furious 50s. Stormy!
We zijn er! Bijna! Kijk maar! Staat een eiland. En het is koud. En het is mooi. Weinig wind over. Daar is vuurland. En daar is Maarten. En nu we hopen dat het blijft waaien. Goedemorgen. Wat gebeurt? Nou, na onze vermissing op zee een paar dagen geleden hebben we gebeld door een aardige mevrouw van de kustwacht. Die zei dat we hier met Porto Pari binnen konden om even wat te eten. Oh. Drinken te halen. En we varen op dit moment met een moeilijk te controleren windje. Volgens de baaien op weg naar de Argentijnse marine die een basis heeft. Lekker koffie drinken daar. Sowieso. Hey Paul, wat gaan we tekeer, man? Waar zijn we? Kutzooi. Waar zijn we? De mer. De mer? Ja. De mer, dat klinkt Frans. Ja. Hier. Daar klinkt het geloof ik van. Ik ga zeehond. Kijk op. Wat? Daar. Ik zie hem. Ah ja, fuck, hij sprong. Ja, zeehond! Op de film! Hey. Zeehond! Woehoe! Crazy bastard! Oké. Okay.